Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik dacht, ik ga vandaag een keertje een dag in mijn leven filmen. Want ik maak natuurlijk weekvlogs. Ja, daar zien jullie ook best wel veel van mijn quarantaineleven. Maar jullie zien eigenlijk nooit echt hoe mijn dag opgebouwd is. Ik moet ook zeggen, dat is absoluut niet elke dag hetzelfde. Maar het is wel bijna elke dag ongeveer hetzelfde. Ik dacht, misschien is het wel een keertje leuk om jullie mee te nemen in een dag in mijn leven. In plaats van in een week in mijn leven. Kijk, het is natuurlijk niet dat ik op een dag echt ontzettend veel doe. Maar ik dacht, misschien is het toch leuk om te zien. Dus ja, dat ga ik vandaag doen. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn dag. Het is nu 10 uur. Hoe laat ik opsta wisselt ook een beetje. Het is ook een soort morning routine dit nu. Leuk. Het wisselt ook wel een beetje hoe laat ik opsta. Ik heb dus een hele periode in deze tijd gehad dat ik elke dag gewoon mijn wekker zette om 9:30. En dan ging ik er dus ook ongeveer om 10 uur uit, zoals nu. Maar ik heb ook een aantal dagen dat ik echt tot 12 uur in mijn bed blijf liggen. En dat ik gewoon echt geen zin heb om op te staan. Maar hey, dat is ook oké. In principe moet niks. Dus ik geniet daar ook wel een beetje van. En af en toe zeg ik gewoon tegen mezelf, nu mag je uitslapen. Maar als ik uitslaap ben ik gewoon wel echt minder productief. Dus dat. Hier ligt mijn poesekindje. Hi. Ik ga nu even ontbijt maken en dat is zoals bijna elke dag eigenlijk mijn favoriete havermout met banaan. Jee, we hadden ook weer appel in huis, dus er gaat ook lekker appeltjes in. Drink your water, kids. Jongens, hoe goed ziet dit eruit? Hoe lekker. Nou, ik ga hier even van genieten. Joejoe. Weet je wat ik dus echt haat aan mezelf? Echt, dat is zo'n slechte gewoonte van mij. Ik eet dus echt niet normaal snel. Ik heb denk ik oprecht, ik zit hier net 2 minuten denk ik. Het is al bijna op. Ik snap gewoon niet hoe mensen langzaam kunnen eten. Ik begrijp dat gewoon niet. Bij mij is het gewoon hap, 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 hap weg. Ik vind dat zo vreselijk van mezelf. Dus vaak als ik dan iets heb gegeten, dan heb ik gewoon gelijk weer meer honger. Maar dat is geen honger. Dat is gewoon omdat ik zo snel eet dat mijn lichaam niet eens de tijd heeft om te zeggen, je zit vol. Ik haat het echt van mezelf. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet afleren, want ik heb het echt al mijn hele leven. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, ik heb echt helemaal geen zin om te sporten. Maar ik ga het wel doen. Nou, ik ben klaar. Zo, nou, ik zit nu achter mijn keyboard, zoals je kan zien, want ik ga eventjes solfège oefenen. Ik heb dus straks mijn solfège toets. Voor de mensen die niet weten wat solfège is, dat is eigenlijk gewoon muziektheorie. En ik heb straks mijn mondeling en als het goed is, is dat mijn laatste solfège tentamen ever. Want vanaf je 3e jaar heb je geen solfège meer. Dus ja, can't wait, want ik vind het echt een verschrikkelijk vak. Ik weet dat het heel belangrijk is voor hetgene wat wij doen. Maar ik, ja, het is gewoon niet zo mijn ding. Ik heb dus straks over, ik denk 2 uurtjes, heb ik tentamen. We moeten 4 nummers voorbereiden die we van het blad moeten zingen en in het juiste ritme moeten doen. Dat heb ik al gedaan natuurlijk. Dus ik ga het nu allemaal even herhalen. Oké, ik ben klaar met solfège oefenen en ik dacht misschien is het leuk om eventjes erover hebben wat ik allemaal doe zo in quarantaine en hoe ik mezelf bezighoud en dat soort dingen. Ik denk dat het eerste puntje wat heel belangrijk is, is toch om een bepaald soort routine voor jezelf te creëren. Ja, ik merk aan mezelf dat dat niet altijd lukt bij mij, maar ik heb het op zich wel een tijdje volgehouden om gewoon elke dag op hetzelfde tijdstip wakker te worden. Dan ging ik vaak eerst even sporten en dan daarna ging ik dan even douchen, me aankleden en dan ging ik aan school werken of gewoon lekker chillen of in de tuin liggen en zonnen. En kijk, het klinkt heel gek, want als ik dit zo vertel dan denk ik, ja maar dat is toch eigenlijk gewoon niks doen, dus waar is je routine dan? Maar gewoon het feit dat je elke dag op hetzelfde tijdstip wakker wordt en ja, het beste is ook om te proberen om op hetzelfde tijdstip te gaan slapen. Dat lukt mij persoonlijk niet. Ik
Ik ben heel erg slecht op dit moment in op tijd slapen. Maar het doet me dan wel goed dat als ik om 2 uur ga slapen en ik zet mijn wekker gewoon om 9 uur, dan is het pech. Dan is het mijn eigen schuld dat ik minder slaap heb gehad. Ja, nummer 2 is dus sporten. En ja, ik ben wel van mening, je moet het echt alleen doen als je dat leuk vindt. En als je het, ja, ik weet niet, als je daar behoefte aan hebt. Want je ziet natuurlijk nu iedereen om je heen opeens sick aan het sporten en workouts doen en hardlopen en doen. En ja, het lijkt ook wel een beetje alsof het een soort van moet nu of zo. Omdat je anders niks doet. Maar ik merk wel dat ik het heel fijn vind voor mezelf als ik sport. En al is het maar een workout van een kwartier. Al is het maar dat ik eventjes buikspieren heb gedaan. Dan voel ik me toch daarna echt ontzettend goed. En dan voel ik me ook gewoon wat energieker. En dat is gewoon heel fijn. Want ik ben echt een persoon. Ik kan makkelijk de hele dag in mijn bed liggen. En als ik dat elke dag ga doen, dan wordt het heel vermoeiend. Dat is gewoon ook niet goed. Je moet wel gewoon een beetje blijven bewegen en dingen blijven doen. Dus daarom probeer ik zeker 3 keer in de week wel te sporten. Ik ben deze quarantaine weer begonnen met ukulele spelen. Ik heb dit ding al best wel lang. Een tijdje ook wel goed mee bezig geweest, maar daarna eigenlijk weer volledig losgelaten. En nu dacht ik, nu is het weer de tijd om het te oefenen. En ik kan het nog steeds niet goed, maar ik zal even een stukje voor jullie doen. Maar ik kan het nog steeds niet goed, dus... steeds geen talent daarin. Maar ik doe mijn best en ik oefen ermee, dus dat is leuk. Dus dat vind ik heel erg leuk. Je kan echt oude hobby's gewoon terugpakken of dingen waar je eigenlijk nooit echt aan toe bent gekomen en nu wel kan. Dus dat is ook heel erg leuk om te doen. En verder zou ik ook gewoon zeggen, geniet ook een beetje van de tijd die je nu hebt, als in dat je ook gewoon een beetje kan relaxen en een beetje kan doen waar je zin in hebt. Want normaal zit je zo in de sleur van het leven. En ja, daar ben ik echt van mening. En dat is allemaal leuk en goed. Want ik bedoel, ik heb ook een super druk leven. Ja, als ik dit niet heb. En dat is ook heel goed. Want het is, ja, ik vind het goed om bezig te zijn. En een passie te hebben. En een doel te hebben. En daar ook hard voor te werken. Maar soms kan je ook wel heel erg in de sleur van het leven komen. Denk ik. En blijf je maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. En er zit eigenlijk geen stop op. En je hebt eigenlijk nooit echt een momentje rust voor jezelf. Dus ik denk dat dit ook wel echt een periode is om, ja, om gewoon weer eventjes de rust terug te vinden. En ook gewoon een beetje te relaxen en gewoon te doen waar je zin in hebt. En ja, in principe voor veel mensen geldt, niet voor iedereen. Want er zijn ook nog mensen die keihard moeten werken in deze periode. Maar voor veel mensen geldt denk ik wel dat je in principe niet heel veel moet. Ik bedoel, ik moet wel dingen voor school doen, maar dat is zoveel minder dan normaal. Probeer ook wel te genieten van de rust die ik nu heb. En dat ik gewoon ook wel een beetje kan doen waar ik zin in heb. Dat is ook belangrijk. Om gewoon weer eventjes terug bij jezelf te komen. En dat wilde ik ook nog even meegeven. Tenminste, dat is mijn kijker op. Blijf natuurlijk allemaal nog lekker thuis. Hou 1,5 meter afstand. En blijf gezond. Dat is heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Ik ben klaar met mijn mondeling. En het ging echt helemaal prima. Dus ik denk ook wel dat ik het heb gehaald. Weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ik ga mezelf belonen met een tosti. Niet gezond, maar wel heel lekker. Ik heb eventjes een zomers outfitje aangetrokken. Want ik ga even lekker in de voortuin liggen. Want het is echt super mooi weer. Dus dat. Ja. Ik heb dus eventjes al mijn knutselspullen uit de kast gehaald. En ik ben net even bezig geweest met wat dingetjes knippen. Die zitten nu even hierin. Want ik dacht, laat ik weer eens een keertje iets in mijn bullet journal doen. Nou, hier is mijn bullet journal voor de mensen die hem nog herkennen. En daar heb ik echt al heel lang niks meer in gedaan. Ik was hier natuurlijk, ja, dat hebben jullie misschien wel op mijn YouTube kanaal kunnen zien. Ik was hier altijd heel erg mee bezig. Ja, dat is een beetje gestopt. Dus ik dacht, laat ik weer eens een keertje een leuke pagina maken. Ik heb uiteindelijk deze pagina gemaakt. En ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Ik heb hiervoor ook nog één. Die is ook nog niet ingevuld. Dus deze 2 pagina's ga ik denk ik gebruiken om een stukje te schrijven over de periode waar we nu in zitten. Maar dat ga ik eventjes een keertje doen als ik gewoon lekker rustig 's avonds op mijn bed zit. Want dan kan ik altijd beter dingetjes opschrijven. Dus ja... Ik vond dit een heel mooi gedichtje en ik vond dit ook een hele mooie quote. Dus sowieso allemaal hele mooie plaatjes. Dit komt bijna allemaal uit
Flow tijdschrift. En dat vind ik echt super mooi. Echt heel blij mee. Bijna. Ik heb de hele middag lekker buiten in de zon gelegen. En dat was echt mega chill. Daarna heb ik avond gegeten, daar heb ik niks van gefilmd. Maar ik had lekker pasta vanavond. Nu heb ik dus net een pakketje binnengekregen. Of in ieder geval een heel groot pakket. En ik heb daar net wel een stukje voor gefilmd voor mijn Instagram stories. Maar ik heb dus wat items mogen ontvangen van de Vintage Plak. En ik zal daar even wat over vertellen. Ze hebben me toevallig hier in een kaartje hebben ze het ook geschreven. Maar de Vintage Plak is dus een kledingmerk die tweedehands kleding / vintage kleding een nieuw leven inblaast. Dus ze geven de kleding een boost, waardoor het net eventjes wat leuker is om aan te trekken. En ik vind dat echt super goed. Er staat hier ook: ons grootste doel is om te laten zien dat er geen fast fashion nodig is om je garderobe te vullen met unieke kledingstukken. En dat vind ik echt heel erg goed. Ik ben daar echt heel erg voor. Ik hou ook zelf echt heel erg van vintage shoppen. Ja, ik was mega enthousiast toen ze vroegen of ik wat items wilde uitkiezen. Dus dat heb ik gedaan. En dat ga ik nu even uitpakken. Ik zie alleen nu dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik hoop niet dat die uitvalt. Maar anders stap ik gewoon heel eventjes over op mijn telefoon. Oh yes, mega excited. Oké, daar ben ik echt mega enthousiast over. Want dit is echt een van mijn lievelingskleuren. Dat is deze trui. En die is dus helemaal bewerkt in tie-dye. En dat vind ik echt zo leuk. I can't. Volgens mij valt die wel heel lang. Als ik het zo zie. Maar dat is wel echt heel erg leuk. Echt, och, ik vind deze echt super vet. I love it. Echt geweldig. Dit is echt helemaal mijn kleur. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik ga ze zo ook even aanpassen. Want dan kan ik ook even voor Instagram foto's maken. Tweede heb ik deze sweater. En deze vond ik ook heel vet. Ik hou sowieso heel erg van de kleur groen. Oh, hij is van binnen ook helemaal zacht. En dit is volgens mij best wel gewoon een beetje een mannenmodel. Ik vond dit ook echt super leuk op de mouwen. En ja, ik denk dat dit echt heel erg leuk te combineren valt. Zo omhoog, ja. Love it. En ik hou heel erg van de kleur groen. Want ik heb groene ogen. Dus daar komen mijn ogen altijd mooi in uit. Dus ja, echt heel blij mee. Oh, had ik net die andere trui ook aan. Ben ik vergeten te filmen. Maar dit is de groene trui. Ik heb hem wel zeg maar hier vastgemaakt. En eronder gedaan. Want hij is echt mega lang. En ik vind het wel gewoon leuker als hij een beetje aangesloten zit. Dus dat is mijn lifehack. Om een trui strakker te laten maken. Dus dat is echt mega chill. Maar ik vind hem echt super leuk. En dit is de paarse. En deze vind ik nog veel leuker. Want dit is echt mijn lievelingskleur. En ja, ik vind dit gewoon zo leuk. Ik hou zo van deze kleur. En dan zeker in combinatie met zo'n jeans. Ja, echt. I love it. Nou, ik zat deze avond weer flink in mijn eigen bubbel. Ik ben vanavond weer bezig geweest met liedjes schrijven. Wat echt totaal niet lukt. Ik moet dat dus doen voor school. Maar het is echt één grote struggle. Want het lukt gewoon nog niet. Maar ik probeer er rustig in te blijven. En ik probeer gewoon te blijven werken. En dingen op te blijven schrijven. En dan hoop ik dat ik uiteindelijk op iets moois uit kan komen. Maar dat heeft gewoon echt veel tijd nodig. En dat is heel frustrerend. En dan tegelijkertijd ook hier heel fijn. Want ik schrijf heel veel gedachten op daardoor. Die ik normaal eigenlijk niet eruit laat. Dus dat is wel een voordeel. Het is nu 11:45 en ik ga zo meteen slapen. Ik ga eerst nog even mijn tanden poetsen natuurlijk. Ik kan niet meer zo hard praten want mijn moeder ligt al te slapen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keertje een dagje mee te kijken in mijn leven. In plaats van in een weekje. Als jullie dit vaker zouden willen, laat het dan zeker even weten. Abonneer natuurlijk ook even op mij. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat kan hieronder. Zou ik heel erg leuk vinden. En klik ook zeker even op het belletje, zodat je nooit een video van mij zal missen. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!